Ik sta in Pathé Tuschinski in Amsterdam, denk de mooiste bioscoop van Nederland. En ik mag hier spreken. En ik zeg al spreken, maar dat ga ik niet doen. Want ik heb laatst wat workshops gevolgd over interactieve werkvormen. En daarin gaat dat je niet als spreker een monoloog gaat houden, maar echt de bezoekers betrekt bij de interactie. En ik dacht, ja, nu krijg ik de kans om het zelf uit te proberen. Dus ik ga het testen. Eventcoaches. Wie kent eventcoaches trouwens? Ja. En nu probeert ze eventmanagers te helpen door kennis te delen en te inspireren met eventcoaches. Samira Salman. Zeker een keer hoor. Het moet natuurlijk opgenomen worden. Hè? Misschien dan eerst kort voor de mensen die het niet weten. Wat is eventcoaches? Eventcoaches is een inspiratieblog, zo is het in ieder geval begonnen, waarin ik blog en vlog over evenementen, in het kort gezegd. Ik vroeg natuurlijk iedereen om weer terug te komen. En de meest gehoorde opmerking was, maar we zijn nog niet uitgesproken. Nou, dat was stiekem ook een klein beetje de bedoeling. Ik ben ervan overtuigd dat met netwerken, nieuwe mensen kennis maken, dat moet je vooral doen door wat met elkaar te doen. Dan leer je elkaar mening kennen, een beetje werken. En daarom praat dat vooral verder zometeen tijdens de lunch. Maar de vraag is natuurlijk ook, is er een beetje wat uitgekomen? Ik hoor hier en daar wel wat dingetjes omhoog komen. Dat is heel goede content. Samira, welke inhoud en vorm gebruik jij? Wat ik probeer te doen altijd is, bijvoorbeeld, er is een evenement geweest en dan zie je heel vaak, het evenement was gezellig. En dan zie je allemaal foto's en oh, wat hebben we toch gezellig gehad. En die post volgens mij alleen maar leuk voor de mensen die erbij waren. Dan denk ik, like, het was inderdaad heel gezellig. Al die andere mensen, even heel bot gezegd, die hebben daar niet zo heel veel aan. Dus wat ik probeer altijd te doen is van, oké, maar wat heb je nou meegenomen uit die sessie? En wat is nou een belangrijk, goh, ik heb vandaag geleerd dat dit goed werkt. En een tipje, gewoon een simpele tip waar iedereen die jou volgt, of de doelgroep die je volgt, de meerderdeel van de volgers, wat aan heeft. En ik probeer altijd dus vanuit de inhoud en vanuit de ontvanger na te denken van, wat willen zij horen? Oeh, het zit erop. Dat was leuk om te doen. Het is toch wel even wennen. Wat heel fijn is voor mij is dat het me veel minder voorbereidingstijd kostte. Ik heb alleen met de dagvoorzitter vooraf het onderwerp besproken en de vragen een beetje doorgenomen. Al gaf je nu toch wel je andere antwoorden. Dat is ook goed, want anders is het gescript, zeg maar. Maar ik ben natuurlijk vooral benieuwd hoe de bezoekers het ervaren hebben die vaker naar deze bijeenkomsten gaat. Dus dat ga ik even vragen. Jij hebt vaker deze bijeenkomsten bezocht en ik vroeg me af wat je van de variant vond met het interview. Ik vond het toch een beetje minder als dat je echt zelf een verhaal vertelt. Omdat je nu steeds naar de interviewer gericht staat. Dus dan gaat je geluid draait dan ook. En stel dat je dat zou tackelen, hè, dus het geluid is goed en je kijkt wat meer in het publiek. Wat vind je van de vorm? Dan zou het wel een goede vorm kunnen zijn. Ja. Jij bent zelf ook een keer geïnterviewd en ik vroeg me af hoe je het vond als toeschouwer. Ja, ik vind het altijd wel leuk, want het is wat interactiever dan dat je echt gewoon naar iemand zit te luisteren die een verhaal vertelt. En er worden ook wat kritische vragen gesteld dan aan jou. Dus het gaat dan wel iets dieper, vind ik, dan gewoon een verhaaltje vertellen. Ik vroeg me af wat jij van het interviewvorm vond in vergelijking tot een normale presentatie. Het interview met jou bedoel je? Ja, dan heb ik het niet over mij als inhoud, maar wat vond je van de vorm? Ik vind dat daardoor een klein beetje de spontaniteit af is van een presentatie. Het komt een beetje soms een beetje geacteerd over. In die zin, niet geacteerd, maar voorbereid over. Maar dat is met de presentatie toch ook? Ja, maar dan heb je echt connectie met degene met wie je praat. Of tenminste naar waar je zit te kijken. Dus het publiek heeft echt een beetje connectie alsof je met elkaar aan het praten bent. En nu is het meer tussen de interviewer en de geïnterviewde, zeg maar. En dat mis ik een beetje. Dat beetje de persoonlijke contact met het publiek. Ja. Jij werd geïnterviewd en ik vond het heel interactief. En ik had nog meer het gevoel dat ik deelgenoot was van het gesprek. Dus dat vond ik fijn. Alleen je keek af en toe opzij. Dus ik had je misschien nog iets meer van de voorkant willen zien. Dat is eigenlijk het enige punt. En Kjell die stelde echte vragen die ik eigenlijk ook wel in mijn hoofd had.
Dus ik vond het een interactieve vorm. Jij doet natuurlijk superveel met interactieve werkvormen. En wat voor tip heb je aan eventplanners als ze ook een interview willen toepassen? Wanneer doe je dat wel? Wanneer doe je het niet? Hoe pak je dat aan? Het is, lijkt me, het is misschien heel makkelijk, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen niet zo goed weten hoe ze er nou mee moeten beginnen. Met een interview? Ja. Ik interview vaak als er iemand verplicht wat moet komen vertellen, maar die niet meteen de beste spreker is. Dus je kan je voorstellen dat je een CEO van een bedrijf hebt. Hartstikke goede kerel, heel goed voor het bedrijf, maar is misschien niet zo goed voor een groep. En ik vind dat ook niet per se hoeft, hè. Dat is niet waar je hem voor aanneemt. Maar ja, hij moet wel af en toe wat kunnen komen vertellen. En dan helpt het heel erg om te interviewen, want jij houdt dan de rode draad vast. Jij zorgt het tempo, jij kan zorgen dat hij verder doordenkt, dat hij doorvraagt, dat hij meer gaat vertellen. Dus jij hebt eigenlijk de controle en hij heeft alleen maar de antwoorden. En dan is een interview denk ik heel erg op zijn plaats. En wanneer zou je absoluut de interviewvorm niet moeten toepassen? Ja, het moet passen bij het doel, dus wat wil je bereiken? En als het past dat iemand geïnterviewd wordt, dan kun je het doen. Ja, wanneer past het niet? Als je een expert hebt die ergens over komt vertellen, die een hele goede spreker is, is het misschien wel leuker om hem gewoon te laten praten. En dan, het interview is niet heilig, het is een middel om het doel te bereiken.